Het gas verspreidt zich tussen de aardlagen, waardoor de grond verandert in een vloeibare soep. De installatie verdwijnt in zijn geheel onder de grond. Ondanks de blow-out wordt er overal geboord op zoek naar goud. Bodemschatten reiken van Slochteren tot diep in de Noordzee. De 230 gasvelden leveren 265 miljard euro op. De stippen zijn aardbevingen. Voorheen alleen in Zuid-Limburg. Maar sinds de gaswinning ook in het noorden. De eerste in 1986. De teller staat nu op 1300.